Sinterklaas is weer bijna in het land, wat betekent dat de Zwarte Pieten druk bezig zijn met het inpakken van cadeaus. Na het succes van vorig jaar ligt de Pakkiesboot 15 ook dit jaar weer in het havenkwartier van Deventer. Op de boot geven Zwarte Pieten voorstellingen voor basisschoolkinderen tot en met groep 3. Wij zijn tot en met 4 december deze voorstelling aan het spelen. En behalve voorstellingen voor de basisscholen hebben we ook vrije voorstellingen voor als kinderen hem niet hebben kunnen zien met school of hem nog een keer willen zien. En die vrije voorstellingen zijn op zaterdag 30 november als Sinterklaas in Deventer is aangekomen. En op 4 december nog een keer 's middags. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt de roep. Bij de voorstelling moeten de kinderen de Zwarte Pieten helpen om een cadeau dat Hoofdpiet had gemaakt voor Sinterklaas opnieuw te maken. We hebben een voorstelling gezien voor basisschoolleerlingen hier in Deventer. Bijna alle scholen komen kijken naar de voorstelling. Er is iets met een cadeau voor Sinterklaas wat niet helemaal goed loopt. En we hopen dat de kinderen ons helpen om het weer in orde te maken. Ja, de basisschoolvoorstellingen zijn gratis, de scholen regelen dat. Maar de vrije voorstellingen, daar zit wel een kleine vergoeding aan. Op Pakjesboot 15 zijn we pakjes aan het inpakken en een voorstelling aan het spelen. Maar verder gebeurt er op Pakjesboot niets. We hebben natuurlijk nog wel het huis van Zwarte Piet. Dat is in de bibliotheek waar ik 's avonds ga slapen. Voordat de pieten weer het dak op gaan. Kijk voor meer informatie over de voorstelling en het reserveren van kaarten op www.theaterschip.nl. Kinderopvang Sam & Co. organiseert op zaterdag 23 november voor alle kinderen van Sam & Co. een activiteitendag, waarmee ze geld op willen halen voor 3FM Serious Request. Zij zamelen dit jaar geld in voor kinderen die onnodig sterven door diarree. De kinderen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Zaterdag hebben we een actie voor 3FM, Serious Request. En dan bieden wij opvang aan voor alle kinderen van Sam & Co. van 0 tot en met 12 jaar. En dan hebben wij hier activiteiten. Het wordt gewoon een hele grote happening. Ouders betalen dan €10 voor het eerste kind en 5 voor het tweede kind. En de opbrengst gaat geheel naar Serious Request. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld schatgraven of gesminkt worden. Kinderen die kunnen gesminkt worden. We hebben broodjes bakken. We gaan tegeltjes verven, schatgraven. Ja, en nog veel meer dingetjes. Ja, het is genoeg te doen. De jaren ervoor is er zo'n €500 per keer opgehaald. Hallo. Dit jaar hopen ze op een nog groter bedrag. Ons streven is 2500. Goed, en tot dusver hebben we zo'n beetje rond de 500. Maar er moet nog veel meer bij. Op dinsdag 19 november werd voor de 20ste keer de Roos van Elisabeth uitgereikt door de heer Dannenberg. Het programma werd geopend door de heer Van der Elst. De Roos van Elisabeth is een waardering die deze jury, het bestuur van het Elisabeth Fonds, geeft aan organisaties en particulieren die zich op een bijzondere manier inzetten voor oud-psychiatrische patiënten. Die initiatieven ondernemen om mensen weer terug te laten komen in de samenleving nadat ze vaak jaren onder behandeling ergens zijn geweest. En dat is een buitengewoon goed initiatief van heel veel mensen. Vandaag was dat de 20ste keer dat we deden. Vandaar dat we ook een bijzondere roos nu hebben uitgereikt aan een medewerker van die mens die zich heel sterk heeft gemaakt voor hulp aan een psychiatrische instelling in Kroatië. Deze medewerker is Yvonne Termeer. Zij kreeg een eervolle vermelding van de jury. De genomineerden werden bekendgemaakt door de heer Van der Elst. Na deze bekendmaking werd het woord gegeven aan de heer Dannenberg. Ik vind het heel mooi om dit te mogen uitreiken aan zoveel vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor mensen met een psychiatrische problematiek. In Zwolle ben ik wethouder van onder andere zorg en publieke gezondheid en heb veel te maken met doelgroepen die, of organisaties die zich inzetten voor deze doelgroepen. De grote winnaars deze avond waren Frans Bauma,
die de jeugdroos voor professionals kreeg. De jeugdroos voor vrijwilligers ging naar Gijs Horvers. De roos voor professionals ging naar Vriendendiensten Deventer. En de roos voor vrijwilligers ging naar Hanne Struik. Nou, heel verrassend. We hadden het niet verwacht. Ze waren een beetje voor het lapje gehouden. Doordat iemand van de jury zei van kunnen jullie tegen je verlies, had hij gezegd. En we hadden zoiets van, nou, dan hebben we niet een prijs gewonnen. Een hele snelle conclusie, wat toch wel heel verrassend kan uitpakken blijkbaar. Ik vind het heel erg waardevol dat het bestuur van de Roos van Elisabeth er zich zo voor inzet om jaarlijks er zoveel werk van te maken om deze blijk van maatschappelijke waardering zo te organiseren. De Roos van Elisabeth bestaat nu 20 jaar en ook dat is op zichzelf wel een enorme felicitatie waard dat dit prachtige initiatief zo kan bestaan en hopelijk nog vele jaren zal blijven bestaan. Een letter van banket, oh, kom maar eens kijken. De hoofdpiet is afgelopen zaterdag 16 november aangekomen in het huis van Zwarte Piet. En dat huis staat in de Centrumbibliotheek. Inmiddels bouwt hij er al een flink feest. Ook de voorleespiet en de muziekpiet waren vandaag te vinden in het huis van Zwarte Piet. De reis van Spanje naar Nederland is voor de hoofdpiet gelukkig goed gegaan. Pakjesboot 15, de pakjesboot van Deventer, die is zelf naar Nederland gevaren. Dus het hele gebeuren met terug naar Spanje, wat Sinterklaas heeft meegemaakt, hebben wij gelukkig niet meegemaakt. Het was een voorspoedige reis en altijd fijn om weer in Deventer te zijn. Ja, het is een geweldig leuke dag. De bibliotheek heeft behalve het huis van Zwarte Piet weer leuke dingen georganiseerd voor de kinderen. Ze komen niet alleen voor de pieten zo te zien, maar ze zijn ook heel druk bezig met techniek, met knutselen, met snoepen. Tuurlijk snoepen, daar is het Zwarte Piet feest voor. Twintig stagiaires helpen de pieten mee om een groot feest te bouwen. Het is gewoon een hele leuke stage, vooral omdat het een tijd van Sinterklaas is. Ja, ja, je komt gelijk in de stemming van Sinterklaas, dus dat is echt heel leuk, want je komt met een heel leuk gevoel kom je aan en ga je ook weer weg. Dus. Komende tijd zijn er nog allemaal leuke activiteiten te beleven in het huis van Zwarte Piet, dus kom allemaal langs. Op 30 november gaan we dus met z'n allen weer Sinterklaas inhalen in Deventer. En dat begint op een hele leuke manier met een pietenontbijt. Het is altijd leuk om dan hier in de bibliotheek met zo'n 130 kinderen te ontbijten. Samen met de pieten. Dus ik hoop dat er ook dit jaar weer veel kinderen komen. En dan gaan we daarna Sinterklaas ophalen in Deventer. Vanaf 20 november gaat de bibliotheek Deventer in samenwerking met de fietscourier Deventer het vervoer van onder andere boeken naar basisscholen verzorgen. Dit in verband met het programma Bibliotheek op school. Vandaag gaat de fietscourier voor het eerst boeken bezorgen bij scholen in Deventer. Dat zijn scholen die meedoen met een samenwerking met ons. Dat heet de Bibliotheek op school. En een onderdeel daarvan is dat we boeken gaan bezorgen en weer ophalen via de fietscourier Deventer op die scholen. Voor het nieuwe project gaan we boeken naar scholen in Deventer en omstreken brengen. Dus dat is een geweldige klus. De scholen die deelnemen aan het project kunnen vanuit de klas boeken, muziek en films reserveren. Het is een samenwerking voor meerdere jaren tussen de bibliotheek en school, met als doel om het leesplezier te vergroten bij de kinderen op die school. Een belangrijk onderdeel is daarbij gewoon dat wij als bibliotheek zeggen van, nou, beschouw onze collectie als een verlengstuk van dat van jullie. En nou ja, als je dat zegt, dan heb je dus ook toegang daartoe nodig. En die fietscourier is een hele mooie manier waarop we die boeken op de scholen kunnen brengen. Zodat het voor de leerkrachten heel makkelijk is eigenlijk. We zijn met z'n tienen bij de fietscourier. En we wisselen elkaar af. Nou ja, zo fietsen we heel Deventer rond. Op woensdag 20 november viert de wereld de dag van de rechten van het kind. Ook in Deventer werd bij deze dag stilgestaan. In de Hip op de Brink was er een activiteitenmiddag door UNICEF georganiseerd.
Kinderen konden hier spelletjes spelen, er was een voorleeshoek en er werden speurtochten door de stad gehouden. We hebben vandaag in het kader van die internationale dag van de rechten van het kind iets met UNICEF georganiseerd. En een soort van interactief middag waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Nou, wij als UNICEF is gewoon het doel dat aandacht besteedt aan de rechten van het kind. Want ook een kind is gewoon de meest kwetsbare doelgroep en die kan vaak niet voor zichzelf spreken. Hoe zal de toekomst voor UNICEF in Deventer eruit gaan zien? Tot nu toe heeft UNICEF in Deventer alleen een winkel gehad. En nu gaan we echt meer richting evenementen en zo. Daarom hebben we echt veel mensen nodig. Dus het inzet van iedereen is wel welkom. In Deventer willen we ons meer gaan focussen ook op evenementen. Zoals nu vandaag de recht van de kind, maar ook sponsorlopen. Nou, dat kun je zelf als school zijnde aandragen. Braderieën, maar eigenlijk de meest gekke dingen. Dus mochten mensen ideeën hebben om dingen te organiseren of mee willen helpen, laat het weten bij UNICEF Deventer. UNICEF is gewoon een ontzettend goed doel die gewoon opkomt voor de belangen van het kind. En ja, dat moet gewoon... Ja, het is gewoon heel belangrijk en het is heel erg mooi om daar iets voor te betekenen. En ja, ik hoop gewoon dat over een aantal jaren dat Deventer UNICEF blauw kleurt. Dat gewoon, ja, ook dit evenement, dat het gewoon staat. De Broederenkerk staat al een tijdje in de stijgers, maar het einde is in zicht. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe vloer. Er waren vooral bouwkundig gezien een aantal ernstige tekortkomingen. En die hadden te maken met heel elementaire dingen, zoals de waterhuishouding, de leien, het messelwerk, het doorlaten van vocht. Dat soort grote en heel essentiële technische problemen. Overheden en fondsen hebben al een groot deel van de kosten van de restauratie financieel mogelijk gemaakt. Maar de nieuwe vloer moet nog grotendeels worden gefinancierd. Waar we hier nu voor staan is de mogelijkheid dat mensen een vloertegel kunnen kopen, symbolisch kopen dan. En als ze het willen mogen ze er ook iets in laten graveren. En dan komt die tegel hier tot in lengte van jaren onderdeel uitmaken van de vloer. De tegel kost €45. Iemand die er wat in wil laten graveren betaalt daar een tientje in als bijdrage in de kosten daarvan. Wat we nu willen is altijd open zijn als de winkels open zijn. We zijn onderdeel van de binnenstad, winkelstad van Deventer. En het is natuurlijk helemaal geweldig als ook niet-religieuze, andere die mensen die wat zoeken naar een stukje rust in de binnenstad, dat die dat hier gaan zoeken en wellicht vinden. We gaan ervan uit dat de eigenlijke restauratie op kerstavond afgelopen is. Maar bij ieder groot werk heb je nog een aantal dingen te doen die achteraan komen. Het belangrijkste in dit geval is het weer opnieuw opbouwen van het orgel. En daar zullen nog een aantal maanden mee heen gaan. Wij vinden kerstmis een heel geschikt moment om te zeggen einde werkzaamheden en begin van een nieuwe periode waarin we de kerk weer voluit kunnen gaan gebruiken. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.